Hoi, welkom bij Industrieel Klimmen. Jullie zijn misschien bekend mee dat van heel veel materialen twee verschillende versies bestaan. Een Europese versie die voldoet aan de EN-normeringen en een internationale versie die ook voldoet aan de ANSI-standaard voor Noord-Amerika. Nou, vandaag wil ik jullie met behulp van deze twee Petzl Astro-harnassen laten zien hoe de verschillen tussen die normeringen uitpakken voor een product. Het eerste verschil dat ik wil benoemen is niet direct zichtbaar, maar wel voelbaar. De ANSI-versie gebruikt namelijk wat meer materiaal en is daardoor ruim een halve kilo zwaarder. 2530 gram tegenover de 1900 gram van de Europese versie in de middelste maat. Verder, als je zo even snel kijkt, dan is het je vergeven om te denken dat beide harnassen eigenlijk heel erg hetzelfde zijn. Maar ga je wat dichterbij kijken, dan zijn er best wel wat verschillen op te merken. Beginnend aan de bovenkant is te zien dat de internationale versie clips heeft om je klaphaken of stijgerhaken te kunnen wegbergen. Al zien we dit op Europese modellen ook steeds vaker verschijnen. Kijken we een klein stukje verder naar beneden, en de oplettende kijker is het wellicht al opgevallen, dan zien we dat de internationale versie een gesp heeft op de schouderband. Wat het aan- en uittrekken vele malen makkelijker maakt als bij de Europese versie. Dan aan de zijkanten een grotere verklaring voor het gewichtsverschil in dat de internationale versie metalen D-ringen gebruikt en de Europese versie deze van textiel en kunststof heeft. En verder nog wat kleine verschillen zoals het gebruikte type beengesp of de mogelijkheid bij de EU-versie om een Progress Lanyard vast aan je harnas te bevestigen. En als laatste beschikt de internationale versie verplicht over een valindicator. Wat zoveel inhoudt als dat dit stiksel uitscheurt wanneer je een val maakt. En er een rood label zichtbaar wordt om aan te geven dat dit harnas niet meer veilig is om in te klimmen. Nou, zijn dergelijke verschillen niet per se een hele duidelijke factor om voor de ene of de andere te kiezen. En dat kan dus heel erg afhangen van persoonlijke voorkeur of waar en voor wie je werkt. De ANSI-versies zijn zwaarder en robuuster uitgevoerd. En niet alleen omdat de eisen anders zijn, maar ook omdat de testprocedure anders is. Voor de EN-normering wordt getest met een gewicht van 100 kilo, waar dat voor de ANSI-standaard een testgewicht van 120 kilo is. Nou vraag je je misschien af waarom er eigenlijk twee versies zijn die toch best wel van elkaar verschillen. Nou, wij dus ook, en dat hebben we toen ook aan Petzl gevraagd. Wat die aangaven komt eigenlijk neer op zoveel mensen, zoveel wensen. Op meerdere proefmodellen kwam steeds zoveel verschillende feedback dat het onmogelijk bleek om al die wensen in één harnas te vereenzelvigen. En dus hebben de ontwerpers eigenlijk besloten om er twee verschillende versies van te maken en de ene wel en de andere niet te laten voldoen aan de ANSI-standaard. In de praktijk kun je beide harnassen gebruiken in de EU. Beide voldoen aan de gestelde EN-normeringen. Maar alleen in Noord-Amerika of vaak elders kan je de internationale versie gebruiken. En om het niet alleen bij harnassen te houden, maar ook nog een ander voorbeeldje te geven. Heb ik hier twee karabiners van Petzl. Dit is de AMD, dat is de EN-genormeerde versie. En dit is de BMD, dat is de ANSI-standaard versie. En het grootste verschil wat je ziet is bij de gate, bij de opening, waar de ANSI-versie veel robuuster is uitgevoerd, omdat in die standaard de gate veel meer kracht moet kunnen weerstaan. Nou, ik hoop dat we jullie zo iets duidelijk hebben kunnen maken over de verschillen tussen Europese en internationale versies van materialen. Vond je dit een interessant filmpje? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En tot de volgende keer!